Iedereen vergeet wel eens. Vergeten is eigenlijk ook heel logisch en vooral normaal. Het menselijke geheugen is een ingewikkeld systeem en onze hersenen zouden het simpelweg niet aankunnen als we alles zouden onthouden wat we horen, zien, voelen of ervaren. Als je ouder wordt, heeft je geheugen meer tijd nodig om informatie op te slaan of om herinneringen op te halen. Je kunt je moeilijker concentreren en meerdere dingen tegelijk doen verloopt moeizamer. Ook stress en zorgen hebben een invloed op de werking van je geheugen. Die vergeetachtigheid is normaal en neemt toe naarmate je ouder wordt. Hoe komt het nou dat je vergeetachtig wordt? Bij het verouderen krimpen de hersenen een beetje. Vergelijk het maar met het rimpelen van de huid. Zo worden ook de hersenen aangetast door veroudering. De krimp van de hersenen kan leiden tot vergeetachtigheid. Bij goedaardige vergeetachtigheid kun je je tijdelijk iets niet herinneren. Bijvoorbeeld iemand zijn naam niet direct herinneren. Niet meer weten wat je in de kelder ging halen, de code van je bankkaart plots vergeten als je wilt betalen in de winkel. Heel wat oorzaken werken vergeetachtigheid in de hand. Je leeftijd. Simpel gezegd, hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op vergeetachtigheid door het verouderen van je hersenen, omdat het meer moeite kost om informatie op te slaan. Je gebruikt geneesmiddelen die een invloed hebben op het werken van je geheugen. Je hebt een tekort aan bepaalde vitamines, vooral vitamine B. Je hebt een tekort aan vocht, je hebt een tekort aan slaap. Alcohol en druggebruik hebben eveneens een invloed op je hersenen en dus op je geheugen. Je hebt een ontsteking die zorgt voor tijdelijke verwardheid, bijvoorbeeld een urineweginfectie. Veranderingen in je hormoonhuishouding kunnen geheugenproblemen met zich meebrengen. Denk maar aan de zogezegde zwangerschapsdementie of vergeetachtigheid tijdens de menopauze. Als je je zorgen maakt over tijden van stress, ben je bezig met andere dingen in je hoofd, waardoor je minder aandacht hebt voor andere zaken. Of als je weinig prikkels ervaart. Wanneer de vergeetachtigheid echter erger wordt en er ook andere problemen gaan spelen, zoals bijvoorbeeld verdwalen of gedragsveranderingen, plotse stemmingswisselingen, een gevoel van wantrouwen, dan kan er ook sprake zijn van beginnende dementie. Wanneer is er sprake van dementie? Dementie is ernstiger dan gewone vergeetachtigheid. Waar gewone vergeetachtigheid tijdelijk kan zijn, doordat het samen kan hangen met je medicijngebruik, een infectie of stress, en dus ook terug kan verbeteren als deze factoren veranderen, neemt de hoeveelheid informatie die men vergeet bij dementie alleen maar toe. En dat proces is niet te stoppen.